Hi, welkom allemaal. Leuk dat je even komt kijken op, uh, op het filmpje van het rekenmodel Zero Emission Trucks. Uh, rekenmodel Zero Emission Trucks belooft jou in, uh, in vijf getallen al jouw vragen over Zero Emission Trucks te beantwoorden. Maar ik kan me voorstellen dat je daar nog wat vragen over hebt. Dus we lopen er eventjes in een vogelvlucht doorheen. Um, ja, maar laten we maar gewoon uh, direct gaan beginnen. Ik heb hier eventjes mezelf op het scherm gezet, samen met de parameters waarvan ik verwacht dat jij ze aan mij gaat sturen. Dus als jij graag het, het rekenmodel Zero Emissie Trucks wil gaan doorrekenen en jij in die vijf getallen al die vragen over Zero Emissie Trucks wil beantwoord wil hebben, dan ga ik deze parameters aan je uitvragen. Nou, welke parameters zijn het allemaal? Uh, dat zijn het aantal kilometers wat je rijdt per dag of misschien wel per cyclus. Het aantal cyclussen per dag, nou, meestal is er dat eentje, maar soms rij je twee keer op een dag met een bepaald rondje met een auto. Uh, het aantal dagen per jaar dat je rijdt, zodat ik weet wat het totale aantal kilometers zijn dat je, dat je rijdt. Het dieselverbruik of het LNG-verbruik, één van de twee, of misschien wel allebei op het moment dat je dual fuel hebt. Uh, en het dieselverbruik per dag, het gaat dus om het aantal liters per dag. Nou, dan heb ik een, uh, rechtsboven, of eigenlijk net boven mij, zie je een klein hulpmiddeltje. Uh, als je nou weet dat jouw, uh, jouw vrachtwagen bijvoorbeeld 1 op 3,5 of in dit geval 1 op uh, 3,7 rijdt, kun je daar uh, 3,7 invullen. En dan het aantal kilometers per dag, dan rekent het model alvast eventjes voor je uit hoeveel liters diesel dat per dag is. Um, en dat zijn natuurlijk uh, liters diesel inclusief het PTO-verbruik. Uh, dus, dus gewoon afmeten hoeveel liter diesel verbruik jij op een, uh, op een volledige dag en dan vul je dat hierin. Uh, dan puntje 6 is het jaar van aanschaf van de zero-emissie truck. Waarschijnlijk heb je al in gedachten wanneer je de auto wil gaan aanschaffen. En uh, dan kun je hier vast invullen, zodat ik dat als uitgangspunt kan gaan nemen om, uh, om het spul een beetje door te gaan rekenen. Uh, de vraag bij punt 7 het soort werksmede. In dit geval is het regionale distributie. Um, en daar gaat het mij erom, om de mate van regenereren van de auto. Hoeveel energie die kan terugwinnen uit de remmen. Nou, dan kun je nagaan. Dat het bij regionale distributie misschien wat meer is dan op het moment dat je op de snelweg zit. Dan de afschrijvingsperiode. Um, dat zou je op twee manieren kunnen op opvatten: letterlijk de afschrijvingsperiode, of de periode hoe lang je de auto wilt gaan gebruiken. En dat laatste is misschien nog een betere indicator in deze rekenmodule. Um, en bij punt 9 vraag ik of ik de kosten voor de laadinfrastructuur moet meenemen in de, uh, in de kostencalculatie. Nou, die heb ik nu op jaar gezet. Uh, dan uh, vraag ik bij punt 10 uh, of het een bakwagen of een trekker is. Uh, en dat gaat er dan om uh, voor de subsidie die je zou kunnen krijgen. Die neem ik ook voor je mee, reken ik ook alvast uit. Een, een subsidie-indicatie en die neem ik dan ook mee in het, uh, in het rekenmodel. Dan het gewicht van de auto en het gewicht van de eventuele uh, trailer die erachter hangt. Um, dan kijken we bij punt 13 naar de huidige aanschafprijs van de, van de auto. En 14, 15 en 16 gaat over de prijs van de energie die we in die auto stoppen. Dus dit zijn eigenlijk de 16 punten die ik voor je uh, ga uitvragen en die ik van jou verwacht dat je die naar mij gaat opsturen. Nou, die stop ik uh, vervolgens die punten stop ik allemaal in mijn reekmodel en dan uh, moet ik heel eventjes kijken op mijn prestatie. Dan vervolgens dan nou, vervolgens komen daar uh, de vijf getallen uit, de uitkomsten. Welke vijf getallen zijn er allemaal en hoe krijg je ze gepresenteerd? Dit is letterlijk de presentatie zoals je hem gaat zien. Als jij uh, het Trukken rekenmodel hebt besteld, dan ga ik met deze zestien getallen ga ik aan het rekenen. En dan geef ik je deze presentatie. En ik heb hier uh, eventjes een, een presentatie voor jullie uitgewerkt. Om dus maar eventjes een korte indruk te krijgen van wat je kunt verwachten. Nou, om het een beetje lucht te houden, heb ik mijn eigen fictieve bedrijf weer opgericht. Shonny's Chase Service. Um, nou ja, en uh, Chase Service wil dus in, in vijftallen graag uitgerekend krijgen. Uh, wat voor hem uh, het beste moment is om te gaan investeren in zero-emissie trucks. En, uh, en alle vragen die, eromheen, uh, die erbij komen, wil hij graag beantwoord hebben. Nou, dan gaan we eerst even kijken wat levert dit model nou daadwerkelijk op. Wat, welke vijftallen levert het jou? Nou, uh, uh, Het levert jou op. Je kunt precies op het juiste moment uh, investeren in zero-emissie trucks. Dus het is een TCO-calculatie. Uh, ik leef jou precies in één jaartal aan. Dit is het jaartal dat voor jou de aanschaf van een zero-emissie truck dat die voordeliger gaat zijn over de totale uh, looptijd dan een dieseltruck. Dus het kan misschien zijn 2023, 2024, maar misschien ook wel 2028. Ik kan je gewoon een jaartal erop plakken. Dan kan ik zeggen: in dat jaartal is het voor jou voordeliger om te investeren in een zero-emissie truck. Dan in een dieseltruck. Um, dure investeringen voorkomen in verkeerde technieken. Nou, we gaan even doorrekenen uh, wat de verschillende mogelijkheden zijn uh, wat betreft de zero emissie trucks. Dus we gaan even uh, het waterstof aangedreven vrachtauto... Dan gaan we naast een batterijelektrische elektrische aangedreven vrachtauto... En dan gaan we kijken wat dat uh, in jouw geval voor, voor de kosten gaat doen. Dus dan nemen we de aanschaffing mee, maar ook het gebruik en ook het onderhoud. Um, je wordt niet verrast, en dat is, een, dat is de derde uitkomst. Je wordt niet verrast door nare verrassingen. Uh, ik kan ook voor je doorrekenen hoeveel, uh, wat het effect is op het laadvermogen uh, van de auto. Dus zero-emissie trucks geven over het algemeen de, uh, he, de, de, die geven de indruk dat ze vrij zwaar zijn. Maar hoeveel zwaarder zijn ze dan en hoeveel minder kun je dan meenemen? En je wordt dus niet verrast door nare verrassingen achteraf. Um, het is ook wel belangrijk, puntje 4, om te kunnen vertellen aan jouw klanten: wat doe jij nou voor het klimaat? Hoeveel CO2 ga je besparen? En uh, dat doe ik aan de hand van het aantal voetbalvelden met bomen dat je zou moeten planten. Uh, als je dezelfde hoeveelheid CO2 zou moeten reduceren. als dat je gaat rijden met een uh, elektrisch aangedreven vrachtauto. Nou, en dan gaan we als laatste ook nog eventjes in op uh, um, hoe je de marge op een elektrische truck kunt uh, maximaliseren. En daar komen we zelf wel op terug uh, wat dat dan precies is. Nou, laten we het gaan doorlopen. Eventjes snel, zodat het niet lang duurt. In het geval van uh, uh, de parameters, ik heb ze even gepakt uit het uh, model uh, zoals we dat net in de Excel hebben gezet, uh, gezien. En ik heb die eventjes ingevuld in het uh, zero emissie rekenmodel. En er komt uit dat, uh, voor Charnier's service dat er in 2022 de total cost of ownership, dus alle kosten bij elkaar opgeteld, van belastingen, van energie, van aanschaf... Van een subsidie erbij, dan komt het erop neer dat in 2022, dus op dit moment, het voor Johnny Cee service al voordeliger is om een, uh, uh, een, een zero-emissie truck aan te schaffen en te gaan rijden over vijf jaar dan een diesel -truc. En dat is in dit geval met subsidie. Die subsidie maakt het uh, echt mogelijk voor Shiny Cee service. Nou, precies op het goede moment investeren. We kunnen dus vanaf dit moment gaan investeren in een zero-emissie truck en we weten ons dat het ons geld gaat opleveren in plaats van dat het geld gaat kosten. Het tweede getal, het verschil tussen waterstof elektrisch en batterij elektrisch. In dit geval is de waterstof elektrische vrachtwagen ten opzichte van de batterij elektrische vrachtwagen 52 duurder. En in de totale kosten zitten kosten voor de chauffeur heeft dus niet meegerekend. Um, en waar komt het dan op neer in totaal in geld? In dit geval komt het neer op 143.000 euro wat je extra zou moeten uitgeven aan een zero emissie truck op het moment dat het een waterstof elektrische auto is ten opzichte van een batterij elektrische auto. En nogmaals, dit is één, um, um, één, één uh, um, voorbeeld. Een ander voorbeeld zou er compleet anders uit kunnen zien. Dure investeringen in verkeerde technieken voorkomen. Dat is getal nummer drie. Of nummer twee. Dan invloed op het laadvermogen. Nou, In dit geval, ik heb in mijn hoofd eventjes genomen een 6x2 bakwagen. Uh, die kan in het jaar 2022 461 kilo is die zwaarder dan zijn diesel. Uh, equivalent. Dus je kunt 461 kilogram minder aan uh, laadvermogen meenemen. Geen nare verrassingen achteraf. Dan de behaalde CO2. Als wij met deze 6 bakwagen, batterij elektrisch gaan rijden, dan gaan we en we doen dat vijf jaar lang. Uh, en dat uh, er zit een verbruik normaal gesproken van de 1 op 3,7 zit erbij. Dan gaan we over de uh, gehele looptijd gaan we, uh, uh, gaan we 196 ton aan CO2 besparen. 96 nou, ton, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Want het komt uh, eigenlijk overeen met 5,9, zeg maar 6 voetbalvelden vol met bomen die je 5 jaar lang zou moeten laten staan. Je kunt dus je klanten nu precies vertellen hoeveel jij voor het klimaat doet. En dan hoe kun je nou extra geld verdienen met jouw zero-emissie truck? Nou, ik heb ook de kosten voor de laadinfrastructuur meegenomen in dit TCO-model. En daar, als we daar invullen dat we niet één auto gaan aanschaffen, maar we gaan twee auto's aanschaffen. En we kunnen die gebruiken op dezelfde lader. En dat kan vaak omdat er twee uitgangen zitten op zo'n lader. Dan kunnen we de kosten van de lader delen door twee auto's. En delen door twee keer zoveel kilowatturen die we gaan, uh, gaan, gaan verbruiken. Uh, dat betekent dat de kostprijs van die uh, elektrische auto naar beneden gaat. Want de kosten voor energie worden lager. Nou, en dat is best wel veel. Om in dit geval heb ik 50.000 euro gerekend voor de infrastructuur om die aan te leggen. Die kabel om die te graven naar die lader toe. En ik heb 50.000 euro gerekend voor die lader om die neer te zetten. En dan daarvoor zouden we twee, met zo'n lader zouden we twee van dit soort auto's kunnen laden. Nou, als we er dan niet één auto kopen, maar we kopen er direct in het begin, kopen we er twee. Dan bespaart ons dat 20.000 euro per auto. Dus dat betekent in dit geval twee auto's besparen we 40.000 euro. Nou, hoe kun je dus slim inzetten van zo'n zero-emissie truck? Nou, bijvoorbeeld door zo'n lader op een slimme manier te gebruiken. En er zijn nog meer trucks, maar die vertel ik je op het moment dat ik bij jou aan tafel zit. Nou, dan het bonusresultaat. Uh, we kijken nog eventjes naar wat de subsidie is. In het geval van Johnny Shay Service is het uh, mogelijk om via de aanzetsubsidie subsidie 84.000 euro subsidie te krijgen voor de aanschaf van een batterij-elektrische auto. Maar dat is niet alles. Want Seanisier-service, op het moment dat hij winst maakt, dan kan hij ook een aftrekpost gebruiken, de Mia Familie. En die is 45% van de aanschafwaarde van de nieuwe auto. En dat levert je dus nog eens een keertje meer dan 15.000 euro extra voordeel op. Nou, dat voordeel zit dus ook berekend in dit model. Samenvattend, uh, want dit hoort er allemaal bij. Samenvattend, in 2022 is het voor Seanisier-service al goedkoper om, uh, om met de batterij elektrische auto te gaan rijden. Uh, maar dan wel met subsidie. Stel dat we die subsidie ervan afhalen, dan is in dit geval 2028 dat moment. Dus het maakt wel degelijk uit of je die subsidie krijgt of niet. Het maakt uh, best veel uit. Uh, en nogmaals, uh, een, met een andere auto en een andere inzet kan het compleet anders uitvallen. Uh, maar in dit geval is het uh, 2022 om 2028. Nou, we zien dat de, uh, de waterstof-elektrische uh, auto behoorlijk duurder is dan een batterij-elektrische auto. En ik heb het eventjes voor je op een rijtje gezet: 2022, 2025 en 2028. Daarbij ga ik ervan uit dat de diesel 100% is. En dan geef ik aan in een percentage wat dan de prijs, de TCO van uh, waterstof, waterstof met subsidie, batterij en batterij uh, met subsidie zou zijn. Nou, en dan zie je dat batterij met subsidie eigenlijk vanaf het begin af aan al, uh, al goedkoper is. En dat we rond 2028 ook zonder die subsidie, zie dus je staan: batterij is 100%. Uh, dat, daar, uh, uh, dat we daar ook uh, uh, die TCO, die cost parity, gaan bereiken. Dus dat we daar een break-even-punt hebben bereikt. Nou, kijken we dan naar het aantal kilo's wat je kunt meenemen: 461, dat is in 2022. Maar omdat batterijen steeds lichter worden, steeds meer energie kunnen huisvesten, zien we al dat in 2025 uh, die auto al lichter is dan een diesel. Hè? Dus met hetzelfde batterijpakket, een batterijpakket wat alles maar lichter, dan zien we dat deze auto al 72 kilo lichter is. Gaan we dan in 2028 kijken, op het moment dat jij uh, zonder subsidie ook al een, een break-even punt hebt behaald, dan is deze auto zelfs 500 kilo lichter. 500 kilo. Dan kun je dus 500 kilo extra meenemen in plaats van uh, 461 minder. Nou, kijken we dan naar uh, de CO2-besparing. Dat blijft allemaal redelijk gelijk. Elke keer rond de zes uh, voetbalvelden aan bomen. Dus er zijn wat verschillende factoren die op elkaar inhaken. En als we dan kijken naar, als we in, in niet één, maar twee auto's kopen en die zetten we aan de lader. En dat extra voordeel van 20.000 euro per lader nemen we erbij mee. Uh, dan is die TCO niet in 2028 zonder subsidie breakeven. Maar dan zien we dat die breakeven-punt al in 2025 is bereikt. Dus dan hebben we in 2025 al een TCO die beter is dan die van een diesel. Nou, en dan uh, geef ik je ook nog wat extra tips. Uh, uh, nogmaals, dit is een uh, fictief voorbeeld, Charmischy service. Uh, ik ben er nu vanuit gegaan dat we 15% van de energie kunnen terugwinnen uh, door te regenereren. Dan stel nou dat dat 20% is, wat ik voor deze inzet best wel verwacht, dan denk ik dat we nog eens een keertje extra 1000 euro over de gehele looptijd kunnen besparen. Niet ontzettend veel, maar het helpt wel. Uh, en misschien kun je zelfs wel met een kleinere batterij af, wat nog weer een grotere voordeel zou kunnen opbrengen. Nou, daarnaast heb ik ook gerekend met HBE's, hernieuwbare brandstof eenheden. Um, ik heb er ook een blog over geschreven. Uh, zou je nog eens een keertje kunnen kijken op mijn LinkedIn. En daar heb ik gerekend met 3 cent per kilowattuur wat je daarvan terugkrijgt. Um, maar historisch gezien zijn die prijzen een stukje hoger en zou je hier makkelijk 4 cent voor kunnen krijgen. Sterker nog, op dit moment van het opnemen uh, van, uh, van dit filmpje is de prijs zelfs ongeveer 6,5 cent per kilowattuur wat je aan rechten terug kunt krijgen via HBE's. Nou, ik heb in dit geval gerekend dus met 3 cent. Stel maar dat ik met 4 cent zou gaan rekenen, dan zou ik per truck nog eens een keertje 4000 euro extra besparen. Dat heb ik dus niet meegenomen, maar dat zou dus nog kunnen. Dan de TCO, hoe lang die uh, moet gaan lopen, hè? de afschrijvingsperiode. Ik heb gerekend met 5 jaar, maar stel maar dat we gaan rekenen met 8 jaar. Uh, dan zien we dat we daar opnieuw 15.000 euro uh, kunnen winnen. Dat, hè, dat voordeel van bijvoorbeeld de, de diesel die we, die we niet meer verbruiken en de goedkope stroom die we erin stappen. daar kunnen we dus nog weer 15.000 euro per truck aan, uh, aan extra aanbinden ten opzichte van nu. En oh ja, dan heb ik voor de zekerheid ook nog een meerprijs meegenomen. Het model rekent een prijs voor de vrachtauto uit, maar ik heb dan ook nog eens een keertje 50.000 euro bovenop de prijs van het model, dat het model voor mij heeft uitgerekend, heb ik er bij bovenop gedaan, gewoon voor de zekerheid. Nou, daar zouden we dus ook nog een beetje aan kunnen gaan schaven. Nou, als je heel tevreden bent, dan mag je dat natuurlijk aan iedereen vertellen. Zet het op LinkedIn. Uh, stuur mij een recensie uh, als e-mail. Of uh, vertel het aan iemand anders. Maar het liefste zou ik natuurlijk uh, verder met je, met je gaan samenwerken. En dan zitten er nog wat bijlagen in. In het jaar 2022, nou, dan kun je even zien wat, een, uh, wat de kosten zijn voor een fossiel aangedreven voertuig. Uh, en dan zien we ook dat waterstof, waterstof met subsidie, uh, batterij elektrisch uh, en batterij elektrisch met subsidie, dat dat nou, hoe dat zich ongeveer, ongeveer tot elkaar verhoudt. En dan de laatste, vind ik ook altijd wel een hele interessante, een verdeling tussen de kosten. En uh, nou ja, hier kun je ook nog wat, uh, wat, wat leuke dingen uithalen. En het is zeker de moeite waard om dit samen even te gaan bespreken. Nou, ben jij nou enthousiast geworden over het rekenmodel uh, Zero Mission Trucks? Wil jij nou graag weten uh, wat de situatie voor jou is? Um, twijfel dan niet, stuur me even een berichtje. Uh, dan gaan we dit samen oppakken. Normaal gesproken pak ik hier een hele ochtend voor om de, uh, om de uitslagen met jou te bespreken. Uh, neem daar minimaal drie uur de tijd voor, uh, uh, maar vaak zit ik ook langer. Dus het kan best zijn dat ik vier of soms wel, in sommige gevallen het is me best een keertje overkomen, dat we ergens zes uur lang hebben zitten praten over alles wat met zero-emissie trucks te maken heeft. Uh, en dat is ook wat ik je beloof. Ik ga niet weg voordat al jouw vragen over zero-emissie trucks zijn beantwoord. Dus aan de hand van dit rekenmodel en de uitkomsten van het rekenmodel gaan we de inzet van een batterij elektrische of een waterstof of elektrische auto gaan we volledig voor jou doornemen. Nou, mocht je dus interesse hebben, twijfel niet, stuur me even een berichtje op, uh, uh, op LinkedIn. Uh, of bel me op het nummer 06-1905-7881 uh, of stuur me een, een, een e-mail op johnny.nijhuis-trucksolutions.nl Dankjewel, uh, joe!